twee. Zachte man. We gaan dit keer 4 dagen naar Barcelona. Dit is echt ding. Dus, this is the look. Een hele goede morgen. What's up, bitches? Het is weer zover, guys. Mirjam gaat weer naar het buitenland. Oh no. Wij gaan dit keer 4 dagen naar Barcelona. En eigenlijk heeft Nessie het geboekt. Ja, maar wel al echt lang geleden, man. Is het niet een beetje een birthday trip voor mij? Ja, een beetje wel. Een beetje late birthday trip. Late. En ik heb net een kaasbroodje gehad. En een cappuccino. En we vliegen dit keer vanaf Rotterdam. Ik heb een nieuwe. Oh. Ik heb een nieuw boek. Van Will Smith. Aangekomen in Barcelona en hebben we echt een heel fijne hotel, jongen. Echt, het rook zo lekker toen we hier binnenkwamen. I love it. Mooi, hè? Ja, het is echt heel mooi. Op camera is het altijd heel erg anders, maar het is echt heel cute in het echt. I love it. Hotel dit. Ja, het is echt een heel leuk hotel. Karton. To go coffee cups. Kan je van je eigen koffie maken in de ochtend en kan je dat meenemen? Hoe gezellig is dat? Trouwens aan de Ramblas. Oh yes. Blijkt een heel gezellig straatje hier te zijn. Plus, Nessie ging zich dus inchecken en toen zeiden ze van ja, van 7:30 tot 7:30 hebben ze hier dus een uurtje en dan kun je dus gratis wijn en kaas eten. Hoe geweldig is dat? We gaan het even testen deze reis. Ik heb deze keer mijn hoesje wel mee en Nessie niet. Even kijken of er schade gaat ontstaan tot nu toe. Ziet zijn koffer er prima uit. Een hele goede morgen. Het is alweer de volgende dag. Ik heb me net even lekker gedoucht en omgekleed. Ik heb het outfitje aan. Ik heb een leren jasje aan. Die had ik gescoord in Istanbul. Met zo'n polootje van de Zara. En legging Zara en mijn Nike Air Force. Ik wist echt niet wat ik aan moest doen. Want gisteren had ik een jas aan, maar ik ging echt helemaal dood. Daar was het echt veel te warm voor. Dus ik dacht, ik doe vandaag een blazer aan. Maar ik kon er moeilijk een topje of zo eronder doen. Dus ik dacht, ik doe gewoon even zo'n polo met lange mouwen eronder. Dan kan ik tenminste nog lekker winkelen vandaag. Ik ben aan het twijfelen of ik wel of niet deze bril moet dragen. Maar ik ben de laatste tijd wel echt into brillen. Guys, dit is echt de beste oplossing op reis. Ik heb het zo in mijn handen. Ik wil oppassen dat hier niet uit je hand wordt gerukt. Maar het is echt super handig, ook tijdens het shoppen en zo. En dan deze tas erbij. Het is de enige tas die ik mee heb. Maar het is echt mijn lievelingstas op dit moment. Ik had die vorig jaar gescoord bij YSL. En ik draag hem de laatste tijd weer echt elke dag. I love it. Hi. Zo. Ja, het is wel heel donker. Ik voel me echt gewoon niet lekker. En ik heb vandaag, tenminste, ik heb deze trip echt zoveel pech. Ik ben letterlijk, het is misschien te veel informatie, maar ik wil letterlijk in het vliegtuig voor een ongesteld worden. Oh, nice. Hoeveel pech kan je hebben gewoon? Ongelooflijk. Dus ik heb echt buikpijn. Ons hotel is echt een aanrader. Het heet Urban Passage en Spa Hotel. Ja, toch? En ze hebben hier dus ook een spa en we gaan er vanavond heen. We hebben even gereserveerd. Oh, ja. Maar het zag er echt heel goed uit. Wat? Ik heb je vergeten. Nee hoor, ik heb mijn buik. Ik heb niet. Oh. Kom, ga terug. En dan heb ik je habibi. I got it. We got it. Oké, guys. Wij willen even ergens gaan drinken. Er werd ons een lunchspot aangeraden. Door best wel veel mensen met DM's. En het was een lunchspot waar je eigenlijk heel gezond kon eten en zo. Maar we zijn er net langs gelopen. Maar we vonden allemaal niet zo heel bijzonder uitzien, hè? Ja, het leek alsof ze standaard, zo echt zo, ja, hippie food. Ja. Maar weet je wat ik eigenlijk met zulke tenten eigenlijk niet zo lekker vind? Dat ze zeg maar alles wat gezond is, zeg maar op één bord volgooien. En that's it. Ik hou daar niet zo van. Wanneer je geen leuk tentje vindt, snel. Oh, lekker hoor. Oh, yes. We hadden echt zin in Red Bull Light. Wij zijn aan het lopen. Smalle straatjes en ik vind het echt zo mooi. Dit is heel mooi, dus. Ja, ik ook. Nien, ik krijg wiet, jij ook? Ik krijg de hele tijd al wiet. Hebben ze hier koffieshops? Ja, dat vind ik echt leuk. Nes wou dus vintage shoppen in Barcelona. Dus we zijn hier terecht gekomen. Een beetje aparte ding, man. Ik vind het niet heel lekker ruiken. Jullie kijk wat leuk, ik heb hier zelfs Ralph Lauren. We
zijn echt bij een heel leuk vintage winkeltje beland. Waar ze dus ook Ralph Lauren en zo kopen. En Levi's en dat soort dingen. En Nessim is nu aan het passen. Laat zien. Hij is echt leuk. Deze is echt mooi. Nice. Dat is het leuk aan die shops. Je vindt gewoon zo'n pareltjes ertussen. Oh jezus. Oh, wacht. Even die beelden bij. Oh, no. Wij zitten ergens op een dakterras. Want ik moest een badpak halen. Want we gaan dus vanavond naar de spa. En ik had niks meegenomen. Nice view. We hebben een heel mooi uitzicht. Mijn haar wil vandaag ook niet zitten. Ik ben echt in zo'n mopperbui. Ik vind helemaal niks. Ik ga winkel in winkel uit en besef de Zara is hier heel groot. De Mango is hier heel groot. De Bershka is hier. Ik kom gewoon met niks eruit. En elke keer als ik hem weer ontmoet, hij gaat altijd naar de mannenafdeling. En ik naar de vrouwenafdeling, komt hij met een zak eraan. Oh. Ik vind gewoon niet altijd wat. En ik heb dus in de Bershka heb ik een shirt gevonden. Die past heel erg goed bij deze situatie. Wat dan? Staat erop? Sorry. Not sorry. Sorry, yes. Not sorry, bitches. Oh, ik weet niet wat hij heeft deze trip. Nou, deze trip, de laatste trips ben je gewoon echt op shopping. Ja, ik heb gewoon hele vette dingen gevonden. In Dubai was je ook echt zo goed geslaagd. Ik heb zelfs een blouse gevonden van Dior. 25 euro jongens, vintage winkel, kom op. Dat laat je toch niet liggen. Ik laat je even het uitzicht zien. Oh, kijk hoe mooi. Love it. Oh, yes. Sorry, please. Oh. Thank you so much. Oh, nice. Ik heb kipgehaktballetjes met rijst. En Nessie heeft een croissant met alles erop en eraan. Oh, lekker. Hey. Ik ben heel benieuwd. We hebben echt de leukste ramenspot gevonden. Kijk hoe leuk het eruit ziet van binnen. Ze hebben ook gyoza. Oh, lekker. Gaan we het proberen? Ja, gaan we proberen. Ja? Oké, so today we are eating the veggie. Hoe heet het ook? Gyoza's. Because they only have pork. So we are gonna try the veggie ones. Ready? Mm-hmm. Mm. Ik heb voor het eerst ramen met een beef besteld. En Nessa heeft met kip. Dit is de schade, zeg maar. Ik heb precies niks gekocht. En. Dit is echt niet normaal. Hey yo, you know we got that vintage Christian Dior. We got that mango. Come on, man. We mango. Got mango. We got the Nike. Ik heb zo'n pak gekocht. Ik ga helemaal mango stuk. Pack. We got the Nike. Come on, man. Heb ook nog een Nike broek. Pull and Bear, Zara. Bershka, we got everything. En ondertussen heb ik al heerlijk gedoucht en heb ik mijn pyjama aan. Ik ga zo even mijn... Oh, ik heb toch wel wat gekocht. Een badpak. Ik ga zo even mijn badpak aandoen. En dan gaan we lekker naar de spa. We moeten daar over 10 minuten al zijn, ja, zeg komt. Maar. Okay. Dus let's go. Ik heb echt een van de lelijkste badpakken hebben gekocht. Ik heb dus een Adidas badpak gekocht. Wat ik totaal niet erg vind, maar kijk hoe groot die logo is. Hoe overdreven is dit? Ik moet hem alleen nog passen, dus ik hoop dat die... Nou jongens, this is the look. Maar toch? Moeten we er echt zo heen gaan? Wallah, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Laten we gewoon gaan. Oh, mooie slippers. Jij past het tenminste. Allemaal door jou ziet het er zo uit. Straks moest... Nee, ja, niet... Jongen, ik durf daar niet heen zo. Straks moet dat niet eens. Ik schaam me echt. Misschien moet je daar pas omkleden. Je hebt wel kleedkamers daar. Shit. Ben je serieus? Nou, volgens mij horen we niet zo te gaan. Oh, ik schaam mij. Wij zijn dus net terug van Barcelona en wij hebben een mega groot pakket binnen. Want onze nieuwe matras van Emma is eindelijk binnen. We hebben hiervoor ook al een Emma matras gehad en we zijn er echt heel erg blij mee. Alleen ons bed is nu groter, dus we hadden een groter formaat nodig.
Momenteel slapen we dus op de klassieke Emma matras. En die is verkozen de beste matras van Nederland. En ik mocht weer even een nieuwe matras uitkiezen. Een iets grotere voor ons nieuwe bed. En ik heb dit keer voor de hybrid matras uitgekozen. Het is een nieuw product. En deze is al genomineerd voor het beste product van 2022. Het lukt mij alleen niet in mijn eentje om dit naar boven te krijgen. Dus mensen, gaan me er even bij helpen. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe we dat gaan doen. Want ik hoop dat jij... Oh. Ja? Oh. Laat hem op de twee, Ja? Ja. Ik denk dat we gewoon 2x2 moeten doen. Oké. Okay. Wacht, wacht. Maar bij 2x2 kan je beter de klus gaan van onder. Ik? Ja. Cool. Maar dan kan ik altijd tellen, dan kan ik je ook gewoon doen. Deze duur. Oh god, dat is zo zwaar. Ik doe precies niks. Ja, ik kan beter beneden. Oei, oh, wat is dit? Kom, 1, 2. Wacht even, ze spreekt je rug, jongen. 1, 2. 1, 2. Yes, stop even. Ja? Ja. Oh, gelukkig. Kijk. Perfect. Die andere was echt te klein. Echt zo'n stuk klein. Ik dacht dat wij gewoon 20 centimeter misten. En nu heb ik gewoon vol. Oh, guys, het was wel echt een gedoe, man. Oeh. Heel bezweten van. Hij is echt zachter, man. Deze. Ik vond de vorige al fijn. Toen wij de vorige matras kregen, toen had jij heel erg last van rugpijn, hè? Ja, ja. En die hielp echt heel goed daartegen. En deze is iets zachter, merk ik. Don't worry, sleep happy. Oh. Trouwens, guys, er is nu een Black Friday sale. Tot 50% korting op de hele website. Woe. En met mijn kortingscode Miriam krijg je nog 6% extra korting op alles. Ik ben gelukkig slapen. Ik moet echt even allemaal dingen gaan halen voor ons bed nu. Want ik heb helemaal niks van deze afmetingen. Ja. Ik ben overtrek en alles. Dan slaap ik gewoon zo. Ik wil eigenlijk ook die kussens van Emma. Die blijken ook echt heel goed te zijn. Echt? Ja. Kijk deze kat alsjeblieft. Wat ben je aan het doen, joh? Wat ben je aan het doen? Ze was net ook in slaap gevallen op het matras. Auw. Guys, Nessie moet een campagne opnemen. En hij heeft echt een heel leuke setting. Hebben we uitlachen? Nee. Kijk, één keer zijn setting. Hoe cool is dit? Eerlijk, ik heb wel vet gemaakt, dit hè? Dit is echt leuk. Ik denk dat je dit nog een beetje aan de kant moet zetten. Nee. Want dan kan je hier zo tussen zitten. Ik hè? Zit hier al tussen. Ik heb al bepaald. Oh, je hebt al bepaald. Ik heb alles al bepaald. Dat is precies wat hij moet zijn. Hij heeft echt een hele leuke campagne die hij gaat doen. En dan zit ik hier. En dan ga ik zo een brief voorlezen. Oh, echt leuk. Maar hoe heb je dit allemaal gedaan? Heb je er zelf ingepakt helemaal? Ja, jongen. Meen het zijn gewoon allemaal oude dozen die we gingen weggooien. Serieus? Kijk hoe ik deze heb ingepakt. Kijk dan. Alleen de... Zie je hoe ik heb gedaan? Oh, slim hoor. Vandaag heb ik een familiedag, dus ik ga lekker naar Twente, guys. Ik ben weer heel goed bezig qua voeding. Dus het enige wat ik nu bij de McDrive kan bestellen, is een koffie. Maar het is echt nodig, want ik heb echt te veel gereisd de laatste tijd. Ik heb te lekker gegeten, ik heb ervan genoten. Ik voel me helemaal goed, helemaal lekker. Alleen moet ik wel even echt weer normaal eten. Trouwens, ik heb het dus nog helemaal niet gemeld in mijn vlog, bewust, want ik vind het heel irritant worden. Ik leg het zo uit. Hi. Is dat ik mijn lippen weer heb opgevuld, laatst. Ik had jullie al verteld dat ik mijn lipfillers had verwijderd en dat ik even 4 weken moest wachten voordat ik ze kon corrigeren. Ik ben daar dus nu mee gestart. Om heel eerlijk te zijn heb ik helemaal geen zin meer om dit soort dingen meer te benoemen in mijn vlogs. Ik vind sommige reacties echt zo irritant worden. Kritiek. Gewoon vrouwen die gewoon heel erg vies doen tegen elkaar. Omdat ze het ergens niet mee eens zijn. Dat ik echt met mezelf heb afgesproken dat ik dit soort dingen gewoon niet meer wil delen. Want echt jongens, het is zo irritant wat ik allemaal over me heen krijg. Ook onder de vorige vlog. Over lipfillers en zo kreeg ik echt zoveel shit. Dat ik echt denk van waarom ben ik het in godsnaam aan het delen. Maar ja, ik heb natuurlijk al gedeeld dat ik ze heb verwijderd. En dat ik ze daarna ga corrigeren. En dan zien jullie mij en denken jullie van wat is met je lippen gebeurd. Dus ik dacht, ik benoem het even. Ik heb mijn lippen weer gedaan. Heel natuurlijk. Ze zijn nog opgezwollen. Dus het wordt nog veel minder dan dit. Want ik heb ze een paar dagen terug gedaan.
Ja, ik heb ze net voor Barcelona gedaan. Wij zijn lekker uit eten. Ik heb een mosterd roomsoep. Ik ben gegaan voor ossenhaas met pepersaus. Ik vind ze zo lekker. Ik krijg nog frietjes erbij en salade. Die frietjes ga ik even overslaan vandaag. Want we zijn lekker goed bezig. En ik ga dit even opeten.